Nou, de krant staat natuurlijk ook vol van die uitslagen. De foto van Caroline. Dat is heel hard schreeuwend. Ja, het was heel bijzonder. Heel, heel trots. Heel trots. Ik vind Caroline het geweldig gedaan heeft. Toen u gisteren naar haar keek, wat dacht u toen? Dacht, dat is mijn dochter die daar staat. Die echt geschiedenis maakt vanavond. Ja, dat vond ik geweldig. Wat raakt u? Ja, zeker. Ja. Het raakt mij heel erg in die zin. Kijk, ik weet dat Caroline een ontzettend harde werker is. Zij heeft wel loon naar werken gekregen gisteravond, vind ik. Maar wat ik het naarste vind voor Caroline en voor ons ook. Ja, ze mist haar man natuurlijk. En dat is, vind ik voor haar heel erg. Maar ja, goed, het is niet anders. En ja, wij missen mijn man en we missen mijn zoon. Daar had Caroline ook heel veel contacten mee. En ja, op zo'n avond dan komt het ook een beetje hard aan. Maar goed, het is niet anders. En ik weet wel dat ze het geweldig gevonden zou hebben wat Caroline gepresteerd heeft. We zijn echt een hele hechte familie. En ja, als ik terugkijk aan kinderen toen ze jong waren, ik denk dat ik en Will, mijn man, het toch niet zo slecht gedaan hebben, denk ik dan. Wie had gedacht dat toen in dit huis een klein meisje rondhuppelde, nee, dit zou gebeuren? Nee, wie had dat verwacht? Niemand. Nee, niemand. Ja, iedereen zou heel trots op haar zijn. En mijn man zou dit ook geweldig gevonden hebben. Want mijn man was een fervente VVD'er. Ik was CDA'er en Caroline was in haar puberteit echt een beetje links georiënteerd. En flinke discussies natuurlijk altijd gehad. En bij verkiezingen altijd zeggen, op wie ga je stemmen, Caroline? En daar wou ze ook nooit prijsgeven, moet ik zeggen. Maar ja, ik vond dat Caroline ook haar eigen weg moest gaan. Ook die twee jongens ook. Ze moesten zelf weten. Maar een eigen partij? Nee, dat was ja, nooit aan gedacht toen. Nooit. En mijn telefoon is gewoon ontploft. Ja, dat ik zal wel. Ik heb zoveel appjes die ik moet beantwoorden. Ja. En ik ook niet aan toegekomen. Nee, ik ook niet. Nee, jij ook niet. Ik heb ze ook maar ik heb net gezegd hier, nu moet je eventjes, als alles een beetje bezonken is, een paar dagen vrij nemen. Ja, ga ik dat proberen. Dat moet echt doen. Ja, doe ik. Dat is echt hard nodig. Doe ik. Nou.